Hey, en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe avondroutine. Het is echt een super lange tijd geleden dat ik dit heb opgenomen. Maar nu leek het me de perfecte tijd om het weer een keertje te doen. Ik zit nu namelijk in mijn examenweek, zoals je kunt zien, ben ik heel erg goed aan het werk. Ik was gelukkig al bijna klaar, dus ik maakte even de laatste dingetjes af. En hierna ging ik lekker afvinken wat ik af had. Wat ik net eigenlijk wilde zeggen, was dat ik eindelijk lekker mijn serie kon kijken. En tegenwoordig ben ik echt Modern Family aan het bingen. Laat even weten in de reacties als jij dat ook aan het doen bent. Ik kan echt niet stoppen met kijken. Vervolgens is het tijd om even een lekker muziekje op te zetten. Zeker omdat ik nu in mijn examenweek zit, vind ik het toch fijn om in een opgeruimde omgeving te zitten. Dat moet ook, want ik kan zomaar ingebad worden, zodat ik mijn omgeving moet laten zien waar ik in werk. Dus vandaar dat ik iedere avond eigenlijk even probeer om mijn kamer wat netter te houden. Zo kan ik me ook veel beter focussen. En dit is trouwens ook mijn nieuwe kamer, mocht je niet weten dat ik ben verhuisd. Ik ben verhuisd, dus alle fotolijstjes die ik hier neerzet, die moet ik eigenlijk nog ophangen aan mijn roze muur. En zometeen zal je ook zien dat ik nog geen kledingkast heb. Die komt voor mij volgende week binnen, dus vandaar dat het daar nu nog een beetje een rotzooitje is. Maar daar kan ik helaas nog niks aan doen. Zo, en na al dat harde werk is het dan lekker tijd om te ontspannen. En ik moet zeggen dat ik super veel geluk heb met het nieuwe huis, want ik deel dus een badkamer met mijn ouders en hiervoor had ik dus een eigen badkamer. Dus daarom, omdat mijn moeder zoveel van lekkere dingen houdt in de douche, hebben we altijd lekker rituals en dingen van de body shop. Dus ik had een shampoo van de body shop en hier een tea tree scrub van de body shop. Echt super lekker. Dan hebben we ook nog andere soorten shampoos, dus van Rituals. En ook reinig ik altijd mijn gezicht met deze Garnier reinigingsgel. En als ik uit de douche kom, doe ik altijd lekker een badjas aan. Dan is het tijd om mijn gezicht nog een keertje extra te reinigen. En dat doe ik met deze Garnier rozenwater. Ik gebruik eigenlijk altijd voor mijn gezicht spulletjes van de Garnier. Ook voor mijn make-up als ik die op heb. Voor mijn waterproof mascara is deze paarse echt ideaal. Ik gebruik ook altijd een anti-klitspray, want mijn haar is echt super lang zoals je kunt zien. En het klit altijd echt heel erg snel. Vandaar dat ik van Gliscor altijd een anti-klitspray gebruik. En niet gaan haten jongens, ik weet dat ik mijn haar borstel terwijl het nat is en dat het eigenlijk niet goed is voor je haar. Maar dat doe ik eigenlijk altijd. En like even deze video als je ook altijd met je haar zwiept als het nog nat is. Ik doe dat echt altijd. Ik heb echt geen reden ervoor. Het is gewoon een meisjesding denk ik. Zo, en na het douchen moet ik eigenlijk altijd de kleding die ik die dag aan had weer opruimen.
Vandaar dat ik ook iedere avond mijn kamer moet opruimen, omdat ik heel vaak dingetjes laat slingeren. Echt een slechte gewoonte. Maar goed, hierna zoek ik even een lekkere outfit aan om in te gaan slapen. En die heb ik echt super fast aangetrokken, zoals je kunt zien. Zo, en als ik klaar ben met douchen, heb ik altijd een super droge huid. Dus daarom gebruik ik altijd een crèmetje van de Kruidvat Originals. En waar ik ook echt niet zonder kan, is Purol. Ik gebruik echt geen andere lippenbalsem meer. Dit is echt mijn enige redder. En dit doe ik eigenlijk elke avond en ochtend op. En hier sta ik leuk voor de spiegel. Wat ik eigenlijk ook elke ochtend of avond doe, dat verschilt een beetje, is in mijn boekje schrijven. Ja, dat klinkt een beetje stom als ik zeg dagboek, maar eigenlijk is dat het wel. Ik schrijf als ik zin heb om in de ochtend te schrijven, schrijf ik op wat ik die dag ga doen. Of wat ik heb gedroomd, als ik dat kan onthouden. En dat vind ik eigenlijk altijd heel erg fijn. Dat geeft een rustig gevoel om de dag mee te beginnen of mee te eindigen. En ik vind het ook altijd fijn om 3 dingen op te schrijven waar ik of naar uitkijk of wat ik vandaag heel erg leuk vond. Maar meestal vergeet ik ook altijd me in te smeren. Dus vandaar dat ik weer toevallig weer van Rituals een heerlijke body lotion is het volgens mij. En die ruikt echt super lekker. En de restjes smeer ik altijd over mijn armen. Ik doe het altijd extra over mijn tatoeage. Dat heeft echt geen zin, maar ik doe het eigenlijk altijd. En in de avond is het natuurlijk heerlijk om even rustig te worden met mijn lieve hondjes. Ik kan zo. Ik knuffel echt super vaak met ze. Ik vind ze echt super, Mila. Super lief. Die je net zag, dat was Roxy. En dit is Mila. Ze volgen me altijd overal waar je heen loopt. Dus ik kan het zo meteen ook echt niet laten om even een koekje te geven. Hier maak ik eerst even voor mezelf lekker een glaasje water. Zoals je ziet kan ik dat rietje erg goed gebruiken. En daar ligt ze dan hopend op een koekje. En dan ben ik alweer zo soft om er ook eentje te geven. Opeens is ze gaan zitten. Het liggen. Goedje. Nee, jullie ook niet in meisje. Kom Foxy. Goed zo, Millie heeft al gehad. Goed zo. Boep. En ja hoor, dan is het weer tijd om Modern Family te kijken. En dit keer had ik mijn moeder overgehaald om met me mee te kijken. Dan kom ik mijn heerlijke roze kamer binnen en dan heb ik altijd de neiging om gelijk lekker mijn bed in te liggen. Maar in de avond moet je het niet vergeten om ook je tanden te poetsen.
En natuurlijk, niet te vergeten, weer een beetje purl op mijn lippen. Want na mijn tanden zijn mijn lippen weer droog. That's me. Zo, en ongeveer rond 10:30 lig ik meestal lekker in mijn bed. Dus dan schuif ik alle kussens aan de kant en maak ik plek voor mezelf. En ik slaap eigenlijk altijd met knuffels. En deze heb ik van mijn verjaardag gekregen van mijn lieve vriend. En dan zeg ik, hou van je. Dus klinkt cliché, maar ik slaap er echt heel lekker mee. En zoals je kunt zien heb ik een tijdslimiet op mijn Instagram gezet van 1,5 uur per dag. Omdat ik er anders echt te lang op zit. Dus ik kon er helaas niet meer op. En wat ik eigenlijk ook altijd doe in de avond is mijn telefoon op nightshift zetten. Dan is het iets oranjiger en dan doet het wat minder last aan mijn ogen. Ik probeer ook altijd even mijn vriend te bereiken als ik ga slapen. Maar heel vaak neemt hij niet op. Maar vandaag heel toevallig wel. Dus we hebben even lekker gebabbeld en even... Ik heb even verteld hoe mijn dag was en hoe mijn examens gingen die dag. Dan is het toch tijd om weer een wekker te zetten, want we moeten morgen weer vroeg aan de slag. Helaas, dus mijn telefoon gaat uit. En dan gaan we lekker liggen. Ja, en hier viel mijn camera op de grond. En toen ik ging kijken, zag ik dat er een schroefje uit was gevallen, waardoor mijn schermpje helemaal scheef stond. Maar ja, show must go on. Dus ik ging gewoon door met filmen. Dit was mijn avondroutine. Abonneer zeker als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik je te zien in mijn volgende video. Slaap lekker!